Yo, hele goede morgen, daar zijn we weer. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta nu, zoals jullie misschien kunnen zien, op Schiphol. Oh my god. Ik ga zo meteen vliegen met een uur. En dan gaan we rechtstreeks naar Istanbul. En dan kom ik daar vanavond aan. Eén nachtje slapen en morgen gaat het gebeuren. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin aan. Ik durf ook mijn capuchon niet eens af te doen, joh. Sterker nog. Ik stond dus net bij de toilet. En dan moet je dus je muts afdoen en moet je dingen aan doen. Er stonden echt mensen zo naar me te kijken. Want jullie hebben gezien wat voor koep ik momenteel op mijn hoofd heb. En je mag dat niet knippen, want zij willen dat zelf doen. Zij willen de lengte bepalen, de structuur bekijken. Dus ik mag hier nu niks aan doen. Ik loop vreselijk verschil. Guys, mag ik jullie voorstellen? Mijn vader. Hoe heet je? Sim. En jij gaat met mij mee naar Turkije. Zo. Hij gaat mijn handje van ze houden. Wordt gezellig. Ja, en simpel. Ja, ik ben heel blij dat je er bent, hoor. Nou jongens, komen we het vliegtuig uit. Is het een en al regen hier. Het is hier gewoon koud en nat. En we zitten inmiddels in de taxi, jongens. Het is avond. Ik denk een uur of... Wat zal het zijn? Het is nu 5 uur, maar het is al pikdonker. Het is eigenlijk heel jammer, want we rijden nu heel mooi naar de stad toe. En je ziet de stad mooi liggen op een berg, maar je ziet lekker toch niks. Dus ik ga het nu niet voor jullie filmen. Misschien dat ik op de terugweg wat kan filmen voor jullie. Maar ik kom steeds dichterbij. Oh, mijn god. Ik ben dus net binnen in het hotel. Ik wil heel even kijken. Dit is gewoon echt pure luxe. Zoals we gewend zijn van Turkije. Een en al marmer en steen en kroonluchters en... Yes. Glimmende dingen en glanzende gepolijste dingen. Bloembakken, palmbomen. Alles staat hier. We liepen naar binnen en het eerste wat we ook tegenkwamen waren mannen met al een hoofdband. Die net een harttransplantatie gedaan hadden. Dus het wordt gewoon steeds vaker gedaan en ik ben gewoon next in line. Oké, we zijn net binnen. We gaan zo meteen eerst even eten. Dan snel naar bed, want morgen is the big day. Welkom, Van der Veen Alfredo. Daar rijdt. Nou jongens, wat een prachtig authentieke kamer trouwens. Zo grappig, zo schattig. Kijk nou. Hoi! Zo, een echte gigantische badkamer. Woe! Blue light. En dan morgen krijg ik eindelijk borsten! Woehoe! Nou, lieve kijkbuiskindertjes. Het is 10 uur 's avonds hier in Turkey. En ik lig in mijn bed. Jullie mogen nog een keertje lachen. En het doekje gaat weer dicht. Oh, jezus, kijk nou. Oh, verschrikkelijk. Wat erg. Nee, weet je wat het ook eerlijk is? Dat ga ik je ook eerlijk toegeven. Ik vind het mij gewoon niet mooi staan. Er zijn mensen, er staat gewoon mooi. Dat heb ik jullie in mijn vorige video ook gezegd. Maar ik vind het er gewoon niet uitzien. Dit is de laatste dag. Morgenochtend is het zover. Ik ga lekker slapen. Ik houd voor gezien. Peace. 8 hours later. Goedemorgen Istanbul. Het is vandaag wit. Zoals jullie kunnen zien heeft het vannacht gesneeuwd. En het is fantastisch. Dat betekent dat het mooi koel is. Dat betekent dat het een fantastische dag is om mijn haar te doen. En ik heb er zin in. Ik kan niet wachten jongens. Echt, haal het eraf. Zet me onder het mes. Nee. Maar we gaan eerst eten. En dit is dus waarom ik van Turkije hou. Hoe vroeg het ook is. Alhoewel, het is nu 7:45, dus het valt best mee. Er staat altijd echt een fantastisch ontbijt klaar. En fantastisch bedoel ik allemaal soorten fruit hier in het midden. En daaromheen heb je allemaal mogelijkheden. Aan broden, aan... Nou ja, ik ga het jullie even laten zien, want ik heb geen idee. Let's go. Het is zo grappig om te zien. Ik zit hier dus nu aan tafel. Ik kan dat niet filmen. Maar ik denk dat hier nou een stuk of 15 man om ons heen wandelen en doen. Ja. En het zijn allemaal setjes waarvan de een dan mee is en de ander die heeft zijn haar gedaan. Vrouwen, mannen. Je ziet alles hier zitten.
Echt van die hele stoere grote gasten met allemaal zo'n stukje haar wat ze hebben laten transplanteren. 1 hour later. Okay guys, I'm in the clinic now. And I'm so excited en ik film dit, want dit ziet er nog steeds niet uit. Maar wij staan inmiddels geprepared. Mijn bloed is geprikt. Ik heb een prachtig jasje aan en we gaan zo meteen beginnen. Ik kan echt niet wachten jongens, want dit ziet eruit. I think it's great. I think it's amazing. Of course, in the front line, it will be like zigzag. So it will be as much as possible. It's just, you know, a line to have a limit. It will be like full coverage, the maximum they can to, you know, to have it done, implanted. Yes. It will be really great. No, we're crying. No. We hebben net mijn haarlijn gemaakt. Dat heeft gewoon puur mee te maken dat als je fronst, frons je tot aan daar. Maar ik ga nu eerst geschoren worden. En dan gaat alles er lekker af. En dan gaan ze het gewoon volgooien daar. Oh man. Oké, guys. Inmiddels ben ik geschoren. En moet je kijken hoe ik eruit zie zonder haar. Best wel raar eigenlijk. Maar zij... Can you do it? Yes. Zij heeft een apparaatje waarmee ze dus precies symmetrisch mijn haarlijn kan afmeten. En dan kan ze dat dus op die manier in middelpunten pakken. Is it good? Yes. Yeah, thank you. Now let's start, peeps. Ik heb net helemaal verdoving gehad. En nu gaan ze volgens mij beginnen alles eruit te halen. Volledig verdoofd. Dus ik voel hier helemaal niks van wat hij doet. Maar volgens mij brengt hij nu vocht in onder mijn huid. Met allemaal naalden. Het ziet er heel raar uit, maar ik voel het dus niet. De achterkant is net helemaal leeg gehaald. Ze hebben echt iets van 4.500 crafts eruit gehaald. En dat gaan ze nu bovenin zetten. Eigenlijk geheel pijnloos, behalve de verdovingen die ze zetten om dit te kunnen doen. Dus alleen die verdovingen voel je en voor de rest voel je helemaal niks. Oké, mensen, we nemen even een break. Ik heb net iets heel grappigs meegemaakt. Die crafts moeten natuurlijk in mijn hoofd gezet worden. Maar voordat ze erin zitten, moeten er natuurlijk wel gaatjes komen. En ik weet niet of jullie vroeger op school ook met een prikpen en zo'n filt dingetje gaatjes hebben gemaakt. Dat heeft een mevrouw net in mijn hoofd zitten doen. Maar ik ben volledig verdoofd, dus ik voel er helemaal niks van. We hebben eten. Ik heb een heerlijke kippensoep. En ze hebben echt een soort Turks gerecht voor me gehaald. Want ik ben een klein beetje shaky. Ja, ik ben toch vanaf vanmorgen 7 uur... Vanaf vanmorgen 9 uur ben ik al hier en zijn we al bezig. Dus ik heb inmiddels al honger. Het is inmiddels 3 uur. Dus we gaan even eten. Ja, he's sleeping. Hallo. You're sleeping. How are you? Oh, perfect. Perfect sleeping. I don't feel anything. Yeah, that's good. En hij heeft haar. Ongelooflijk. Ik ben inmiddels weer net terug in onze hotelkamer in Istanbul. De behandeling is geslaagd. Ze zijn tevreden. We zijn gelijk weer teruggereden naar het hotel. Want we hadden wat instructies gekregen en toen stond de taxi al voor. Dus ik dacht, weet je, dan film ik het daarna wel hier. Moeten jullie eens even kijken, gewoon precies die plek waar ik zeg maar het toupet droeg. Zit gewoon helemaal volgerand met haren. Die ze hier weg hebben getrokken. En nu is het een kwestie van herstel. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Dit gaat gewoon wel een hele tijd duren. Dus ik heb nu een antibiotica meegekregen. Ik heb... nog een ander pijnstilletje gehad. Ik heb een soort van, volgens mij, wat heb ik nog meer?
Wat hebben we nog meer zien? Antibiotica, pijnstiller. En, nou, nog iets. Maakt allemaal verder niet uit. Een shampoo en een lotion en een hoedje en een kussentje voor het vliegtuig. En je wordt allemaal super goed verzorgd. Morgenochtend, voordat we naar het airport gaan, ga ik nog een keer langs de kliniek. Dan gaat de dokter het nog even bekijken en dan wordt mijn verband even vervangen en opnieuw nieuw gedaan, zodat ik gewoon helemaal fris het vliegtuig in ga. Nu gaan we eten. Ik heb niet zo heel erg veel honger. Ik heb echt een heel... zo'n gevoel heb ik in mijn hoofd. Alsof mijn hoofd 3 kilo zwaarder is geworden. Maar ik ben heel blij dat ik het eraf heb kunnen scheren. Dus ik loop er niet meer bij als een of ander opaatje van 80. Maar jongens, ik kan niet wachten op het herstel. De eerste 10 dagen wordt helemaal niks. Is alleen maar een soort van ellende, pijn. Ik moet vanavond zittend slapen. Morgen overmorgen ook. Ik mag eigenlijk niet douchen. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. En over 10 dagen zal het er vast een stuk beter uitzien. Oeh, bloederige benden zeg. Jongens, ik heb een haarlijn. Ik heb een haarlijn. The next day. Goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Een hele goede morgen. Ja, dat is het zeker. Het is zondag. Het is the first day after. En ik ga jullie heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk heel goed geslapen. Ik heb eigenlijk ook geen last gehad van mijn hoofd. Ik ben gelukkig een hele makkelijke slaper, dus ik heb gewoon mezelf ingebouwd in kussens. Je krijgt zo'n kussentje om, handdoek tussen gedaan, rechtop gezeten en eigenlijk als een koning heb ik gewoon op bed gezeten de hele nacht. Nu bij het ontbijt, ja, het is gewoon op zijn Turks, dus je weet niet eens waar je moet kiezen, zoveel staat er. Ja, geen pijn. Ik ben dus heel erg onder de indruk van de pijn die ik vooral niet heb. Je ziet dat het lekker een beetje is opgezwollen hier. Dus mijn huid is gewoon dikker. Natuurlijk, als ik erop druk doe, dan doet het pijn hoor. Maar zo voel ik dus niks. Dus ik voel geen steken, ik voel geen branderig gevoel, ik voel geen irritatie, ik voel geen warmte ook. Als ik zeg maar een beetje mijn wenkbrauw beweeg, dan voel ik dat daar een wond zit. Maar nee, het gaat echt verrassend goed. Maar goed, we zijn nog niet klaar. Hè? De revalideren duurt minstens een paar weken. Dus ik ben er klaar voor. Als dit de eerste nacht was, durf ik het wel aan. Yes, there you are. Hafsa, kom hier. Hi. Kom hier. How are you doing? I'm good. So, I'm back. Ik ben terug nu en ik heb net mijn verband eraf gehaald. Zij heeft mij erbij geholpen. En ik zet alle beschrijvingen hieronder neer, maar wij gaan snel naar het airport. We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk thuiskomen. Thank you so much for everything. It has been a pleasure to meet you. Right? You and your amazing father. Thank you so much. I hope to see you again. I will. Shall we go for breath? Then? Take care. Bye-bye. Bye. Hey guys, ik ben inmiddels weer thuis. Het heeft even geduurd. We konden gisteravond niet eens thuiskomen. Ik heb serieus met mijn vader een overnachting genomen in een Ibis hotelletje. En we zijn vanmorgen, hebben we onze reis voortgezet. Inmiddels is het nu al 6:30 en ik heb voor het eerst een lotion erop gezet. Want zoals jullie zien heb ik dus gewoon... Nou, ik heb echt een enorm waterhoofd trouwens. Ik heb echt hier gewoon een enorme bult. Hier ook. Maar dat is logisch, want na zo'n operatie, zeker vanwege die band die ik om had, blijft het vocht gewoon daar, anders zakt het echt richting mijn ogen. Maar ik moet hem nu wel afdoen, want ik ga het even voor het eerst wassen. Ik vind het eigenlijk heel spannend. Waarom? Omdat ik gewoon bang ben dat ik alles er in één keer uitspoel. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb nu de lotion erop en die zorgt ervoor dat gewoon die korstjes zachter worden die er nu zitten. Jongens, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat worden. Ik ga jullie op de hoogte houden. Voor nu sluit ik deze video af. Maar ik ga sowieso nog een volgende video maken met hoe ik het heb ervaren, hoe de aftercare is. En nou, jullie zullen het vanzelf wel zien. Ik ben heel benieuwd. Ik moet nog een beetje wennen aan deze military look. Vind het niet heel sexy bij mij. Meer omdat ik gewoon een heel smal onderkantje heb en ik heb nu gewoon echt een waterhoofd. Maar ja, laten we daar gewoon even lekker een paar dagen overheen gaan. We gaan het vanzelf zien. Thanks for watching. Doe alsjeblieft even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je me succes wenst met het herstellen hiervan. Oh, trouwens, alles zet ik hieronder natuurlijk in de beschrijving. Dus alles over Turkije, Istanbul, waar ik geweest ben, kun je hieronder vinden. En je mag me natuurlijk ook persoonlijke berichtjes sturen.
Thanks for watching. See you snel. Ciao.